Nee, dit is natuurlijk geen Ice Bucket Challenge. Hier word ik gedoopt door Johannes de Doper. Waarschijnlijk weet je al lang wie ik ben. Met kerst vieren we dat ik geboren ben. Met Witte Donderdag dat ik mijn laatste avondmaal hield. En het moment dat ik verraden werd door Judas Iscariot. Op Goede Vrijdag dat ik gekruisigd werd. Met Pasen, en daarom hebben we ook eitjes en de vruchtbare paashaas, vieren we het nieuwe leven. Ik sta op uit de dood. Maar mijn leerlingen blijven toch in een soort crisis achter. En met Pinksteren krijgen ze weer die Heilige Geest over zich, waardoor ze verder kunnen. En mijn verhaal, het goede nieuws, het evangelie kunnen doorvertellen. Met hemelvaart ga ik terug naar mijn vader, God, Abba in het Hebreeuws. Ik heb geen makkelijk leven gehad, maar ik ben voor jullie zonden gestorven. Wie ben ik?